in zegt. De teaser is dat je vanuit verschillende invalshoeken, verschillende mensen steeds de vraag laat stellen, wat is creativiteit? Want die teaser, die vraag, is waar we in de documentaire antwoord op gaan geven. Dus we gaan nu allemaal mensen vragen, wat denk jij dat creativiteit is? Creativiteit is zaken op een andere manier dan mensen denken dat je het gaat oplossen, op te lossen. Wat is creativiteit? Ja. Los van richtlijnen en kaders en los van richtlijnen en kaders. Mag ik me er ook mee bemoeien? Ja. Oplossingen bedenken buiten het geëikte pad. Oké, okay, dat is creativiteit. Wat vind jij? Het is eigenlijk echt helemaal niet. Ja, dat klinkt goed. Daar sta ik achter. Ja. Creativiteit wordt vaak bedacht van ja, dat is gewoon even grappig leuke dingetjes bedenken. Maar voor mij is creativiteit inderdaad echt het neerzetten van iets nieuws, van iets moois. En dat kan dus zijn vanaf kunst, het creëren van een schilderij of het plek creëren van een toneelstuk. Tot en met het creëren van nieuwe ideeën. Creativiteit, ja, dat vind ik als mensen heel veel ideeën hebben. En daar ook iets mee gaan doen. Nee. Wat denk je dan? We laten mensen de vraag stellen, wat is creativiteit? Allemaal verschillende mensen. Verschillende mensen, of vanuit de filmpjes, creatief zijn belangrijk, maar wat is creativiteit? En daar moeten we steeds op terugkomen. Misschien moeten we ook wel verschillende 5 definities of voorbeelden van creativiteit geven. Ja. Die van elkaar afwijken. En vervolgens zeggen, maar wat is creativiteit? Creativity is the process of having original ideas. But it's having ideas that have value. And that's the interesting part of this, because anybody, I guess, can come up with something novel. It doesn't always mean that it's worthwhile or useful. So creativity to me is not just coming up with original ideas, it's testing ideas out, seeing which are the good ideas, which ones work, which are appropriate. And that's a very disciplined process. It's both using your imagination and critical judgment. Creativiteit is nieuw, verrassend, en het dient een doel. According to this popular description of creativity, true creativity is achieved only when an idea is both original, meaning one of a kind, novel, rare, and at the same time, this idea must serve some value, fulfill a need, solve a problem, or achieve a goal. Wat is het in zijn wezen? Dat het een product oplevert, dat het een schilderij oplevert, dat het iets nieuws oplevert, dat weten we wel. Maar wat is het? Of een oplossing dat er een of ander schip wat gezocht is naar boven komt. Of, hoe haal je dat nou uiteindelijk naar boven? Ja. Het is een klem die Titanic en toch hebben we het gevonden. Ja. Wat is creativiteit? Ja, hoe creatief moet je zijn om zoiets voor elkaar te kunnen krijgen? Ja. Maar dan even het beeld. Is het dan dat we allemaal mensen laten vragen wat is creativiteit? Ik moet het in beeld brengen. Dat denk ik wel. Mensen die het zich afvragen. Gewoon mensen. En misschien wel vanuit een bepaalde eigen gedachte, eigen gevoel of eigen probleem. Maar zich wel eens afvragen, maar wat is dan die creativiteit? Oké. Okay. Zo zie je het dan ook voor. Allemaal mensen die dat afvragen. Ja, het zou best kunnen. 27 hoofden achter elkaar in 2 minuten die zich afvragen wat is creativiteit. Ja. En zeggen ze er ook iets over of dat niet? Ja. Ja, ze moeten wel iets over zeggen. Ze zeggen, oké, dat wel. Ze zeggen wel van, ik denk volgens mij is het dit of... Ja, okay, dus... in één zin. Ja, in één zin. Ja, voor mij zeggen ze ja. Dus ze geven antwoord op het. Ze vragen zich af. Ze vragen zich af. Ze moeten het zich even afvragen. Ja, ze